bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met mijn verhaal over de video, eerst eventjes twee dingen. Het eerste is dat ik vaak comments krijg over wat dat gekraak iedere keer is. Het gekraak wat je in mijn video's hoort is mijn lens die scherp stelt. En jullie kunnen dat horen omdat ik geen microfoon heb. Dus het geluid komt nou echt rechtstreeks van de camera, waardoor je de lens ook kunt horen scherp stellen. Dus ik ga binnenkort een microfoon kopen. Dus bear with me. Binnenkort heb ik een microfoon en dan hoor je dat irritante gekraak niet meer. Het tweede is, ik heb al hier en daar een soort van sneak peeks gegeven over dat ik bezig ben met iets heel bijzonders en iets heel speciaals. Ik ben er nou al iets van een half jaar mee bezig of zo. En ik ben echt zo enthousiast, maar ik kan nog niet vertellen wat het is. Maar binnenkort komen er een aantal sneak peeks, dus hou vooral mijn Instagram ook in de gaten. Nou, ik heb vandaag weer een hele leuke video en dit is een dupe video voor mensen die niet weten wat dupes zijn. Een dupe is een goedkoper alternatief van iets duurs. Dus ik ga aan één kant me opmaken met allemaal dure make-up en aan de andere kant doe ik allemaal goedkope betaalbare make-up die superveel lijkt op het duurdere product. Heel veel dupes heb ik ook helemaal zelf gevonden, dus ik hoop dat ik er nou echt een aantal kan laten zien die jullie nog nooit hebben gezien. Hopelijk, tenminste ik heb ze nog niet gezien. En ja, zulke video's vind ik altijd heel fijn, want dat kan je altijd weer heel veel geld besparen, want make-up kan aan de dure kant zijn. En echt, paletjes lopen echt uit de hand. 60 euro voor een oogschaduwpaletje en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel betaalbare varianten gevonden voor dure make-up. Dus vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Ik heb hier een dure primer, de duurste die ik heb. En echt, ik was echt vast besloten om een dupe te vinden van deze primer. En dat is de Guerlain primer. Deze is 60 euro en hij is echt geweldig. Hij maakt je huid zo mooi. Je make-up blijft er echt mooi op zitten. Alleen de prijs 60 euro is echt niet te doen. Dus ik heb een goedkopere versie gevonden. Deze goedkopere versie is niet super goedkoop, maar wel een stuk goedkoper dan 60 euro. En dat is de By Kelsha Golden Serum. En deze is 25 euro. Dus 60 euro en 25 euro is echt een super groot verschil. Dus ja, en ze lijken echt super veel op elkaar. Alleen is dit een serum en dit echt meer een primer. Maar voor de rest doen ze allebei je gezicht mooi smooth maken. Ze zijn ook fijn voor een droge huid en voor een vettige huid. Ik vind deze allebei fijn voor elke soort huidtype. En ja, ik vind ze gewoon top. Ik ga by the way hier de dure make-up doen en hier de goedkope. Dus ik ga eerst beginnen met deze. Die ga ik dan aanbrengen alleen maar op deze helft. Ik heb iets te veel gepakt. Ik heb evenveel gepakt als dat ik zou gebruiken voor mijn hele gezicht. Maar dat maakt even niet uit. Ik had er niet over nagedacht dat ze maar aan één kant moet. En dan aan de andere kant deze van By Kelsha. Die breng ik gewoon altijd zo aan. En deze smeer ik dan ook gewoon in met mijn vingers. Ze voelen ook allebei hetzelfde aan. Ze zijn ook allebei zo goud met van die gouden stukjes er doorheen. Oké, dan voor foundation. De dure die ik heb is de geweldige YSL All Hours Foundation. Deze is zo fijn. Ik vind deze heel fijn als een dagelijkse foundation. De kleur is perfect voor mij. Ik heb BD40. Ik ben nou op mijn licht, dus deze matcht nou perfect bij mij. Hij is echt totaal niet cakey, terwijl die wel alles gewoon mat maakt en bedekt. En het is gewoon echt een top foundation die heel lang blijft zitten. Alleen is hij wel 35 euro. Dat is een beetje aan de dure kant. De dupe die ik hiervoor heb is de Fit Me Matte van Maybelline. Deze is slechts 10 euro en deze heb ik in de kleur 128. Ik vind ze heel veel op elkaar lijken omdat ze echt allebei goed zijn als alledaagse foundation. Ze zijn allebei mat, ze dekken allebei mooi en ze blijven allebei mooi op je gezicht zitten. Nou, ik heb twee beauty blenders. Ik ga de zwarte voor de dure kant gebruiken en de roze voor de goedkope kant. Dan breng ik eerst die van YSL aan. Deze foundation heeft ook super veel kleuren. Dus dat is ook echt heel fijn. En hij is ook vaak in de sale. Wat nou toevallig, ik had hem even opgezocht. Is hij in de sale en nou is hij 40 euro. Is nog steeds duur, maar ja, wel iets goedkoper dan 50 euro. En dan aan deze kant breng ik die van Maybelline aan. Deze is ook super fijn. Ook gewoon voor mensen met een droge huid, net als ik. Ondanks dat hij mat is en ook echt zo wordt verkocht als een echte matte foundation, is hij niet te droog en is hij gewoon heel mooi op de huid. Ik had deze foundation ook op mijn verjaardag en ik was toen naar een pretpark gegaan. En echt, de foundation zat de hele dag goed. Sinds die dag ben ik echt verliefd op de Maybelline Matte Foundation. Nou, ik zie echt werkelijk waar
geen verschil. Voor concealer heb ik twee volledig dekkende matte concealers. Ik heb ze wel allebei in een te lichte kleur. En ik ga ze allebei nog aanschaffen in een donkerdere kleur. Maar ik heb hier als dure concealer de Fenty Beauty Pro Filter Concealer. Ik heb hem in de kleur 150. Ik heb hem gehad van smukcosmetics.com. Het is gewoon een Nederlandse website waar je allemaal Fenty en Huda en zo kunt kopen. Ik heb ook een kortingscode Sarah voor als je daar iets koopt. En ja, ik krijg nog een iets donkerdere kleur. Maar voor nu heb ik nog gewoon kleur 150. Deze concealer is €25. Hij is volledig dekkend. Dus breng niet te veel aan. Wat ik nou wel aan het doen ben. Maar dat moet je dus niet doen. Hij blijft ook gewoon lang zitten op de huid en zo. Ik vind het echt een top concealer. Als alternatief heb ik de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Ook deze is volledig dekkend en hij is mat. Dus ik vind ze qua structuur super veel op elkaar lijken. Deze heb ik in de kleur Alabaster. Way too licht voor mij. Deze is echt voor een hele lichte huid. Dus ik ga hier echt maar een heel klein beetje van aanbrengen. Want hij is echt way too licht. Ondanks dat zijn er wel twee verschillen. Die van Fenty is iets minder uitdrogend mat. Er zit een soort van hydratatie doorheen, ondanks dat die mat is. En die van NYX is wel echt gewoon echt heel erg mat en die hydrateert niet echt. Ik doe het ook gewoon gelijk op mijn ogen om mijn ogen te pruimen. En deze van Fenty blijft iets beter en langer op de huid zitten. Desondanks dat vind ik deze concealer van NYX ook heel fijn, omdat hij gewoon goed dekt. Hij blijft ook gewoon lang goed zitten, gewoon niet zo lang als die van Fenty. Die van Fenty blijft echt gewoon een hele dag. Terwijl deze van NYX blijft ongeveer 7 uur. En daarna begint hij wel een beetje van je huid af te komen. Maar op zich is dat ook redelijk lang voor een concealer. Dat is gewoon wel een volle werkdag. Ook hier, allebei mooi smooth, allebei mooi mat. I like them both. Nou, ik doe ook altijd mijn gezicht baken met losse poeder. Ik heb hier de losse poeder ook weer van Fenty Beauty. Super fijne poeder. Ik heb hem in de kleur Butter. Deze is echt toppie om mee te baken. En als goedkopere alternatief, ook deze is niet super goedkoop, maar een stuk goedkoper dan €45. En dat is de Nabla Close Up Concealer. Deze is €20 of €18 volgens mij. Nee, hij is €18. Deze heb je wel maar in één kleur, maar is ook echt een toppie poeder. Ze lijken qua kleur allebei op elkaar. Alleen die van Nabla is ietsje lichter. Ik breng eerst die van Fenty aan, hier onder mijn ogen. Met deze poeders is het enige verschil is dat die van Fenty iets dikker is. Deze is iets meer poederiger en heeft iets meer dekking. En dat is wel heel fijn voor een vettige huid. Want dan gaat hij goed de olie en zo tegenhouden. Maar als je een hele droge huid hebt, is dat weer niet zo fijn. Want dan kan hij een beetje cakey worden. Aan de andere kant doe ik die van Nabla. Deze is iets minder dekkend, iets minder dik en iets minder poederiger. Dat betekent wel dat hij je niet de dekking geeft die hij van Fenty geeft, zoals je ook hier kunt zien. Maar hij is wel iets fijner voor mensen met een hele droge huid. Want hij is niet super droog en hij zal niet je huid uitdrogen. Nou, dan ga ik ze weer eraf halen met een kwastje. Qua contouren heb ik niks van een dupe of zo. Dus ik gebruik gewoon even mijn Ethos contourpoeder in de kleur Light Medium om mijn neus en mijn gezicht te contouren. Oké, dan voor de ogen heb ik twee hele leuke oogschaduwpaletjes die echt super veel op elkaar lijken. Ik heb van Urban Decay de Born to Run palette. Deze is super mooi. Kijk deze kleuren en er zit een grote spiegel in. Ik vind de kleuren hier in dit paletje echt super mooi voor heel veel alledaagse looks en ook voor wat smoky looks. Je kunt hier echt best wel veel kanten mee op. Dit paletje is echter €51. Super duur te koop bij Easy Paris mocht je deze willen hebben. Ik heb hier een ander paletje, die is een stuk goedkoper. Die is €20 en dit is de ColourPop x Shayla Perception paletje. Deze is ook super mooi, maar een stuk goedkoper aangezien die maar €20 is. Ook weer met een spiegel en ook heel veel van die mooie alledaagse kleurtjes. En ook wat donkere kleuren voor een meer donkere smoky look. Kijk, deze kleuren lijken echt allemaal super veel op elkaar. ColourPop, je zult misschien denken van hoe moet ik die kopen in Nederland? Deze is hier inderdaad niet te koop. Ik heb hem gewoon gekocht van de ColourPop website. In de tijd dat hun een actie hadden dat het free shipping was over de hele wereld. Dus ik hoefde geen verzending te betalen. En dat was echt ideaal. Toen kon ik dus eindelijk
Colourpop kopen. Maar je kunt ook gewoon de verzending betalen en alles. Dan kun je het alsnog hier krijgen, alleen wel een stukje duurder. Ik gebruik wel voor allebei dezelfde kwasten, maar ik heb dit handig spons dingetje. En door dit ding worden je kwasten gewoon schoon als je ze hebt gebruikt. En de kleur gaat er echt helemaal vanaf. Dus op die manier kan ik met dezelfde kwasten allebei de paletjes gebruiken. Deze heb ik van de AliExpress voor like 2 euro. Maar volgens mij verkoopt Booty Shop ook zo'n schoonmaakspons. Ik pak eerst uit het Urban Decay paletje deze lichte bruine kleur als transitiekleur. Deze kleur heet Riff. En met de fluffy kwast ga ik die in mijn hele arcadeboog doen als allereerste transitiekleur. Uit het Colourpop paletje pak ik dan deze lichte bruine kleur. Deze heet Culture. En deze doe ik dan ook weer hier in mijn hele arcadeboog. Dan pak ik uit het Urban Decay paletje deze donkerbruine kleur. Die is gewoon mat en die heet Punk. En deze ga ik dan ook in mijn arcadeboog doen. Maar dan blijf ik een beetje onder die andere kleur om het allemaal iets donkerder te maken en iets meer bruinig. In het Colourpop paletje pak ik ook de donkste bruine matte kleur. Deze heet Played Out. En die ga ik ook hier aanbrengen, vooral weer in de buitenste ooghoek. En dan breng ik hem ook helemaal in mijn crease. Dan ga ik met concealer even een halve cut crease maken. Dan pak ik van mijn Urban Decay paletje deze beetje oranje bronzy kleur. Die heet Ignite, I don't know. En voor allebei deze kleuren ga ik mijn kwast nat maken met fixing spray. Deze kleur ga ik aanbrengen aan het einde van mijn cut crease. Ik breng hem niet helemaal naar binnen toe. Ik breng hem tot ongeveer het midden. En dan recht tegen het einde. En dan van het Colourpop paletje pak ik een soort gelijke glanzende kleur. En hier heet die Diva. En ook deze breng ik een beetje aan het einde van de cut crease aan. Dan van allebei de paletjes pak ik weer die donkste bruine kleur. Die ik hier in mijn buitenste hoek had gedaan en in mijn crease. En daarmee ga ik het hier een beetje blenden met die koperen kleur. Dan pak ik deze hele lichte cream kleur. En deze is ook glanzend. In het Urban Decay paletje heet die Breakaway. En ook hier maak ik mijn kwast weer nat. En deze kleur ga ik aanbrengen in mijn binnenste ooghoek tot aan het midden. Overal waar ik die ene bronzy kleur niet heb gedaan. En in het Colourpop paletje pak ik ook zo'n kleur. En hier heet die Unbothered. Dan pak ik weer allebei die kleuren die ik in mijn crease heb gedaan. Dus deze lichte bruine kleur. En dan zometeen ook die donkste bruine kleur. En die ga ik allebei hier in mijn, op mijn onderste wimperrand doen. Nou, dit is dan de ooglook. Ik denk dat als je niet zou weten dat ik twee paletjes heb gebruikt, dat je niet eens het verschil had kunnen zien. Ik vind echt beide paletjes echt top. Wel moet ik zeggen, die van Urban Decay is iets beter, want die is wat minder poederig en die blendt een stuk makkelijker. Oké, dan eyeliner. Ik heb hier mijn favoriete eyeliner, de Benefit Roller Eyeliner. Deze is net nieuw. Ik heb hem ook nog niet heel lang. Je hebt hem in het zwart en in het bruin. En deze is 25 euro, maar is echt geweldig. Dit is echt like de beste eyeliner pen ever. Maar ik heb ook een hele goede dupe. En dat is de HEMA eyeliner pen. Deze is slechts 4 euro. En ook deze is super mooi. Super fijn in gebruik. Ze lijken ook heel veel op elkaar. Qua puntjes en alles. Alleen is de ene 25 euro en de ene 4 euro. Het enige wat beter is aan die van Benefit is dat die zwarter is. Dus meer pigmentatie. Maar ja, voor 4 euro is die van HEMA ook echt super goed. Ik ga eerst die van Benefit aanbrengen. En dan voor mijn linker oog breng ik de HEMA eyeliner pen aan. Nou, de wings zitten erop. Ik vind ze er allebei heel mooi uitzien. Alleen kosten die van de HEMA een aantal laagjes meer dan die van Benefit. Maar alsnog is die voor 4 euro echt toppie. Als mascara heb ik voor de dure kant weer iets van Benefit. Ik heb de Benefit Roller Lash. Dit is echt een favoriete mascara van heel veel mensen. Alleen is die wel 30 euro. Dat is een beetje aan de hele hoge kant. Dus ik heb een goedkope alternatief voor 15 euro. En dat is de Maybelline Lash Sense. En dat is de Maybelline Lash Sense. De Maybelline Lash Sensual Sense. En dat is de Maybelline Lash Sensational mascara. Deze lijkt super veel op die van Benefit. Ik zal ook de applicators laten zien, dan kun je het echt helemaal goed zien. Kijk, ze lijken echt heel veel op elkaar. Deze is van Benefit en deze van Maybelline. Alleen die van Maybelline is ietsje dikker. Die van Benefit is ietsje dunner. Maar dat is eigenlijk het enige verschil. Ik vind ze allebei super veel op elkaar lijken. Ik breng eerst die van Benefit aan. Dit is ook echt een hele mooie alledaagse mascara. Hij maakt je wimpers heel mooi en heel lang. En die van Maybelline doet dit ook. Die maakt ook gewoon heel lang. Ze geven allebei niet super veel volume. Het is echt vooral
lengte creëren. Ik ga even dempe wimpers opdoen. Ik ga de Queen Darcy Ivy lashes opdoen. En dan kom ik zo bij die terug. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Daar hou ik van. Lekker mezelf bronzy en bruin maken. Veel van jullie weten al. Mijn favoriete bronzer is MAC Give Me Sun. Dit is echt de bronzer die ik echt het meeste gebruik. En hij gaat zo lang mee. Alleen hij is wel €35. Als dupe heb ik een super betaalbare bronzer. Die echt de bijna precies op lijkt. En dat is de BH Studio Pro poeder in de kleur 250. En deze lijkt er echt zoveel op. Ook zo die warme, diepe bronzy kleur. Je kunt het ook hier zien. Ze zijn allebei mat. Die van MAC lijkt alsof hij glanst, maar hij glanst niet. Deze van BH Cosmetics is €10 en deze €35. Dat is wel een verschil. Deze van BH Cosmetics is eigenlijk geen bronzer. Het is gewoon een gezichtspoeder. Maar ik gebruik deze kleur als bronzer en hij lijkt echt heel veel op die van MAC. Dan breng ik eerst die van MAC aan. Hier alleen aan de rechterkant. Oh echt, deze bronzer is zo mooi. I can't gewoon. En dan voor de andere kant die van BH. Ook super mooi. Kijk hoe bruin die is, mensen. Kijk even hoeveel ze gewoon echt op elkaar lijken. Is echt niet te doen gewoon. Ik heb deze bij beautybay.com gekocht. In die van BH Cosmetics zit 11 gram en in die van MAC 10 gram. Dus je krijgt ook nog eens meer in deze. Voor blush, voor de dure kant, heb ik mijn MAC blush in de kleur peachy. Deze heb ik nog niet zo heel lang, maar ik vind hem echt toppie. Het is een beetje een peachy kleur. En de MAC Blush Peaches kost €23. De dupe die ik heb gevonden is de Rimmel London Maxi Blush in de kleur Sweet Cheeks. Ook dit is een peachy kleur en deze is €10. Dus €15 goedkoper. Dan breng ik eerst MAC Peaches aan de rechterkant. Of ja, links voor jullie. En dan aan de andere kant die van Rimmel London. Nou, ik vind ze allebei super mooi. Ze zijn allebei een beetje peachy kleurtjes. Die van MAC blijft wel iets langer zitten. Dat is het verschil wel echt. Als highlighter heb ik voor de dure kant de Balm Mary Lou Highlighter. Deze is €20. Het is een hele mooie lichte champagne kleur. Ik vond hem nooit zo mooi op mijn huid. Want ik vond hem altijd een beetje te wittig, geel. Maar nu ik een stuk lichter ben, is hij iets mooier op mijn huid. Dus nu vind ik hem wel staan voor mij. De dupe daarvoor is de W7 Glow Commotion Highlighter. Zelfs de verpakkingen lijken op elkaar. En deze van W7 is slechts €5,50. Dat is een stuk goedkoper. Ik heb ze hier op mijn hand geswatcht. Ze lijken echt zoveel op elkaar. Deze is van W7 en deze van de Balm. Allebei hele mooie, hele lichte champagne kleurtjes. Ik breng eerst hier die van de Balm aan. En dan aan de andere kant die van W7. Allebei heel erg mooi, alleen die van W7 is iets minder glanzend. Voor de lippen heb ik ook een hele goede dupe waar ik heel trots op ben, want ook deze heb ik helemaal zelf gevonden. Ik heb hier de Jeffree Star Liquid Lipstick in de kleur Celebrity Skin. Dit is echt een hele populaire kleur van hem en deze zijn €15. Tenminste, ik heb het opgezocht. Op Beautybay is hij €15, maar op de makeupspot.nl is hij €20. En de dupe hiervan is een tikkie goedkoper. Niet heel veel, maar ietsje. En dat is de Max Factor Lipfinity Liquid Lipstick in de kleur 035 Elegant Brown. Deze is €15, maar ik heb dus bij deze de prijs €20 aangehouden, omdat die hier in Nederland €20 is. Dus ja, €5 minder heb je deze. En dit zijn dan de twee kleuren naast elkaar. Echt gewoon bijna identiek. Deze is van Jeffree Star en deze van Max Factor. Ze lijken echt superveel op elkaar. Dan breng ik eerst die van Jeffree Star aan op de rechterhelft. En dan aan de andere kant die van Max Factor. Nou, dit zijn ze dan naast elkaar. Ik vind ze echt superveel op elkaar lijken. Het enige wat ik een beetje verschillend vind, is dat die van Max Factor iets meer richting de roze gaat. Nou, en dit was dan de hele dupe make-up tutorial. Nou, ik weet zeker dat ik gewoon zo over straat kan gaan en dat letterlijk niemand zou kunnen zien dat ik twee verschillende helften heb gemaakt. Ik vond alle dupes best wel veel op elkaar lijken. Het enige waar ik het meeste verschil in zag waren de blushes. Maar ondanks dat vind ik ze ook best goed eruit zien. Allebei. Ik zie niet echt super veel verschil. Laat me vooral weten wat jullie vinden. Vonden jullie het goede dupes? Hebben jullie er iets aan gehad überhaupt? En zouden jullie meer van dit soort video's willen zien? Laat me het allemaal weten in de comments onder deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan ook gewoon door hier op mijn gezicht te klikken. En ik plaats weer twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!